Bart, hoe was het? Geweldig. Heb je van genoten? Jazeker. Bedankt, Vera. Even de helm af. Maar het was wel een tochtje, hè? Leuk. Dan normaal gesproken brengt de 84-jarige Gerard zijn dagen door in het verzorgingstehuis in Aalten. Maar dit weekend mocht hij mee naar de Zwarte Cross. En als verrassing mocht de oud-motocrosser ook nog een rondje mee de baan op. Gerard gaat een rondje mee de baan op. En waarom hebben jullie dit voor hem georganiseerd? Gerard is een fanatieke motocrosser geweest. En ook als hobby nog steeds de motocross. En wij dachten van een speciaal moment voor hem, dat heeft hij verdiend. Hoe was het om zo verrast te worden? Ja, ik denk, er hangt iets in de lucht, maar wat is het? Een complete verrassing. Nooit aan gedacht. Vind je het spannend om zo weer de baan over te gaan? Ja. Dat is heel lang geleden dat ik het gedaan heb. Hoe is het om een crossbaan over te gaan? Wat gaat er dan door je heen qua gevoel? Snelheid en vrijheid. Hij leeft hier al de hele week naartoe om hier überhaupt te zijn. Voor hem is dit zo uniek, dit is zo zijn ding. Alle gekkigheid, alle humor, alle cross en geweldig. Gerard, hoe was het? Geweldig. Heb je van genoten? Jazeker. Bedankt, Gerard. Even de helm af. Maar het was wel een tochtje, hè? Leuk.